Bewoners van Plantage Criolla in Saramacca hebben gisteren goed gebruik gemaakt van de persoonlijke ontmoeting met president Desiree Bouterse. Ze hebben nagenoeg alle problemen van hun gebied voorgelegd aan het staatshoofd. President Bouterse, die in het weekend in Saramacca was, vond het nodig zich persoonlijk te oriënteren op de plantage en de noden samen met de raadsadviseurs Errol Alibux en Jules Weidenbos aan te horen. De gemeenschap smacht vooral naar goede ontwatering en sportfaciliteiten. Daarnaast is de kwestie van het verkrijgen van de grondbeschikkingen ook een groot zorgpunt. Dati din na tayo may baby president na nga ka-acta Daisy, kaya ni president parating naman Daisy. E po ang manchawaya, di po kang bigin. Ala din ka na alat kaya ulat sa alas baka para naman kaya pres na baka, wang bahan na baka, wang chiper po sa lahat. Then ako ako ka wala to at wang ding resort po ako sa school po sa Ramaka. May begun, may kengimi, nalanti apapasida. Kupawe sungo nung nung. Nini wakra ude, me wakaso, tritro mi broko mi putu dabe. No wakwane meke, sawodu, unam makin, balanki mungkikar makin kumrika parina. Datno mo me takme, begu no presiden yu konya, if you want me kajayu, yu toko toko toko. Diri wante kronja. Kita kekikis mampung ini. Di kuat negro jajak dia bikis mana negro dia. Mak aku bergerak. Macam ni tak akan dapat. Alis tak cuma di stesen aja. Kau kono lekik gram king, tengah gram king dan semua. Dasar negro lekik umpama drong. President Bouterse stelde de mensen gerust nadat hij hun problemen had aangehoord. Voor sommige problemen heeft hij meteen een oplossing beloofd. De rest zal volgens hem binnen niet al te lange tijd planmatig worden aangepakt. Er zijn een aantal problemen opgezond. Heeft te maken met de infrastructuur, apassie, atawayari passie. Daarom met die delen voor appresentieel. Team zal ik gaan over infrastructuur, ja. Er is gesproken gisteren over verder elektrificatie. Daarom heb ik ook meegenomen, straks bij het veldbezoek, dat of het nou EBS is of elektrificatie, dat wij ze meenemen en dat zij hun plannen kunnen maken. We gaan niet één ding doen en wachten. Er staat op meerdere plaatsen gemoved moeten worden. Er is gevraagd is voor een speelveld. Wat ik zeg, dat direct stroom. Dus in een Maluku, Yamakbeokote, Sayedu, er moet een speelveld komen. Er een speelveld komt er en we zijn in staat om een speelveld te maken voor de kinderen. Kinderen moeten spelen. Tot zover president Desiree Bouterse gisteren tijdens een werkbezoek aan Plantage Criolla in Saramacca.